geen stoel of tafel maken om timmerman te worden, maar een echt tiny house met badkamer en keuken. Dat deden leerlingen van het Teylingen College in Voorhout. En nu gaat hun meeste werk in de verkoop. De beste timmermannen in spe van het Teylingen College in Voorhout zijn geselecteerd om een tiny house te maken. Jasper Lubbe is daar één van. 5, 7, zou ik zeggen. Dit is het tiny house van de KTS. Dit hebben we met in totaal over 3 of 4 jaar periode hebben hier 40 jongens aangewerkt en meiden. Het was een serieus project wat we niet dachten dat afkwam. Maar het is gelukt zo goed als. Laatste dingetjes en dan gaat hij verkocht worden. Tiny house staat op een onderstel, die hebben we gekocht. Maar alles wat je voor de rest ziet is gewoon gemaakt door de kinderen. Want het zijn kinderen van 14 tot en met 16 jaar. En dat vind ik persoonlijk ongelooflijk knap, dat ze dat kunnen. Het was wel een uitdaging voor ze. Heel erg, want het is een extreem groot project was het voor ons. Maar eenmaal toen we bezig waren en hard samen aan het werken waren, ging het wel op zijn tempootje. Dus toen ging het wel snel. Hoewel niet alles in één keer goed ging. De kozijnen hingen fout, sommige. Want sommige hadden het zaagpunt op de verkeerde plek, die waren te kort of te lang. En daar hebben we heel veel moeten maken. Maar uiteindelijk zijn de beste eruit gekozen en die zijn hier binnen geplaatst. En ja, het ziet er goed uit, vinden wij allemaal. Vanaf morgen wordt hij verkocht. Maar alleen als het huisje een goed doel gaat dienen. Vluchtelingen van Oekraïne bijvoorbeeld. Dat deze voor een goed doel wordt gezet. Door dit project weet Jasper inmiddels wanneer je een goede timmerman bent. Een goede timmerman is niet iemand die gewoon blijft doen totdat het goed is. Maar degene die het alleen maar goed kan blijven doen totdat hij een fout maakt. Met deze wijze woorden gaat Jasper en het tiny house de markt op. Hij lijkt Johan Cruijff wel met die uitspraken. Leuk.